Het is Apple gelukt om een muis helemaal zonder knoppen te maken. De Magic Mouse is de opvolger van de Mighty Mouse en die had nog wel een klein scrollballetje, maar dat is nu ook helemaal verdwenen. Hoe werkt die Magic Mouse nou? Nou, je moet hem natuurlijk eerst op je computer aansluiten. Dat gaat via Bluetooth. Je zet de muis aan en vervolgens maakt hij verbinding met de computer. En dan kun je aan de slag. Scrollen met de muis gaat heel erg soepel. Je legt je vinger op de bovenkant van de muis en er wordt precies zo ver gescrolld als dat je beweegt. En je kunt ook met je vinger een beweging meegeven aan het scrollen. Als je een beetje een zwieper geeft met je vinger, dan scrolt de webpagina ook wat verder door. En als je nou erg lange webpagina's hebt, dan scrolt dat heel erg gemakkelijk om te vinden wat je zoekt. Met de Apple Magic Mouse kun je ook sweepen. Dat is vegen met twee vingers. En daarmee kan je bijvoorbeeld door foto's navigeren. Dan ga je telkens naar de volgende foto. Maar je kunt het ook bijvoorbeeld op websites gebruiken om vooruit en achteruit te navigeren. Het enige wat niet zo goed gaat met de Magic Mouse is het gewone klikken. Het links klikken gaat op zich prima. Maar als je rechts wil klikken, dan moet je echt wel je wijsvinger optillen om het goed te laten lukken. En daardoor kan je niet je hele hand rustig op de muis laten liggen. En dat kan een beetje een geforceerde houding geven. Dat is echt iets waar je echt aan moet wennen. Windows-gebruikers kunnen de Magic Mouse ook gebruiken. Alleen je hebt er niet zoveel aan, want de speciale functies zoals het scrollen en het swipen werken niet. Je kunt er dus alleen mee klikken. De speciale functies van de Apple Magic Mouse die werken heel erg soepel. Het scrollen en swipen dat voelt heel natuurlijk aan. Alleen het gewone klikwerk dat valt een beetje tegen. En dat is uiteindelijk toch hetgene waar je muis het meest voor gebruikt. En daarvoor zijn andere muizen gewoon prettiger.